Do you need all day long trance music? Go visit our website www.thetrancestation.com and tune into our radio station. Stel, je hebt net te horen gekregen of je bent erachter gekomen dat je een open A2 en C2 drone hebt. Wat verandert er voor jou na 1 juni 2020? Nou, je mag niet vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht. Je mag niet vliegen boven mensenmassa's. De maximale hoogte die je drone mag behalen is 120 meter ten opzichte van de opstijgpunt. Meestal geef je drone dat wel aan op je afstandsbediening of op een app waarmee je de drone bestuurt. Maak gebruik van een drone met een C2 keurmerk, prosumer drone dus. Je drone mag niet zwaarder zijn dan 4 kilo. Je hebt een elektronische ID nodig, een soort elektronisch kenteken die ook moet uitzenden. Je hebt geo-awareness nodig met piloot en visualisatie. Excuses. De operatorregistratie is verplicht, dus je moet een examen hebben, doen. En ja, je moet hem laten keuren en verzekeren en een hele hoop andere poespas. Je hebt een identificatieplaatje met vermelding van de registratienummer achterop en voorop je drone nodig. Een CE-keurmerk, als je drone hebt gekocht in de Europese Unie, dan is dat meestal er wel op. Dat betekent dat hij getest is en goed is. Je hebt een minimale leeftijd, die wordt per lidstaat bepaald. En is dus meestal tussen de 12 en 16 jaar. Hier in Nederland is dat 16 jaar. Je moet de handleiding kennen. En je moet een certificaat voor de dronepiloot hebben. Een online training, identificatie, categorie A1, C1. Online test in dezelfde categorie, bewijs van praktische zelftraining. Bijkomende A2 theoretische kennistest. Al die informatie kun je wel verder op het internet vinden. Heel lang verhaal. Je mag niet dichterbij dan 130 meter horizontale afstand. En je mag niet met personen die betrokken zijn bij de vlucht, mag je niet in de buurt blijven. Niet dichterbij als 5 meter wanneer de lage snelheidmodus is geactiveerd. Dus ja, moet je even naar kijken natuurlijk als je aan het vliegen bent. Als je in de buurt bent van gebouwen, recreatiezones, etc. Dit was de video. Ik hoop dat je hem interessant vond. Do you need all day long trance music? Go visit our website www.thetrancestation.com and tune into our radio station.